ik blijf even in het parlement. Het parlement moet gaan kiezen welke wetsvoorstellen wel of niet controversieel worden verklaard. Door de demissionaire status van het kabinet kunnen ministers dus niet zomaar wetsvoorstellen gaan doorvoeren. Mark Rutte heeft echter aangegeven dat het kabinet voor bepaalde onderwerpen toch wel heel graag actief blijft. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan. En zo'n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet. We staan in Nederland voor grote vraagstukken. Stikstof, de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt, het klimaat en de zorg. Het zijn thema's die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor Nederland. Dat is ook wat de koning ons nu heeft gevraagd. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. De Kamer bepaalt welke voorstellen zij nog wil behandelen. Maar er zijn altijd urgente thema's die nu om besluiten vragen. Het kabinet zal dan ook samen met de Kamer proberen ook de komende maanden zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dat geldt in ieder geval voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. En een verdere aanpak van zowel het toeslagenschandaal als de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Ja, allereerst Bert, wanneer vergadert de Tweede Kamer weer? Nou, ze gaan eindelijk weer verder komende dinsdagmiddag. Ik meen om 1400 uur. Zomervakantie is voorbij. Ja, eindelijk na 9 weken. Hè. Ze hebben altijd een heel lang zomerreces. En natuurlijk, het val van de kabinet is eigenlijk net daar op dat moment gekomen. En ja, ze hebben hun vakantie toch niet laten ontnemen. Dus er is bijzonder weinig gebeurd. Ja. En waarom is het belangrijk dat ze echt per dossier gaan bekijken wat wel of niet controversieel verklaard moet worden? Nou, dat gaat natuurlijk heel erg van partij tot partij verschillen. Een partij als D66 die zal geneigd zijn om milieu en klimaat heel erg belangrijk te vinden. Dus dat moet wat hun betreft natuurlijk actueel blijven. Maar de boer-burgerbeweging die zal liever een dossier als stikstof een tijdje nog langer uitstellen totdat er een nieuwe regering is. En wat is jouw verwachting? Nou, ik denk dat er aardig wat discussies over gaan komen. Op zich denk ik dat er nu meer controversieel verklaard gaat worden als 2 jaar geleden. En waarom? 2 jaar geleden zaten we in crisis-coronatijd. En we hadden toen een regering die zelf eigenlijk homogene was. Die waren weliswaar gevallen over de toeslagenaffaire. Maar ze verweten elkaar de zaak niet. En in dit geval, de val van dit kabinet, is Rutte heel zwaar aangerekend door met name de partij D66 en ook wel door het CDA. Ze zijn nu meer verdeeld dan toen, ja, bedoel je? Zeker. Ja. Zeker weten. En Willy, als jij een voorkeur mag uitspreken, als we kijken naar het boerendossier, zou je dan willen dat het controversieel wordt verklaard? Nou ja, of denk je nee, doorgaan? Nee, absoluut niet. Ik denk stoppen. Weet je? Stoppen. Het is gevallen. Er komt een andere setting in de Tweede Kamer, hopelijk, die wel gewoon gaat zeggen en wel gaat controleren. Want dat is gewoon de afgelopen tijd eigenlijk niet of nauwelijks gebeurd. Dus als je dan nu nog een aantal dingen niet controversieel verklaart en gewoon lekker doorlaat gaan, ja, dan weet je dat het er nog even doorgedrukt wordt. Dus ik zou dat absoluut niet willen. Nee. En stel nou dat veel belangrijke politieke thema's wel controversieel worden verklaard. Dus dat het nu niet opgepakt wordt, maar pas wanneer er een nieuwe kabinet is. Wat voor impact heeft het dan? Nou, het heeft in ieder geval natuurlijk stagnatie tot gevolg. Dus we staan even stil, ja, op specifieke dossiers. Ja. Exact. Ja, dat heeft toch voor- en nadelen. Dat heeft beslist voor- en nadelen. Maar wat ik net aangeef, voor de ene partij komt het ene natuurlijk beter uit en voor de andere het andere. Kijk, 2 jaar geleden heeft Rutte toen heel duidelijk aangegeven dat hij wel missionair wilde blijven op corona. In dit geval heeft hij aangegeven dat die wapenleveranties naar Oekraïne gewoon door moeten gaan. Ja, dat is allemaal doorgegaan. Ja, dat heeft net weer een stelletje F-16's afgedankt. F-16's in wezen die kant opgestuurd. En wil hij wel door in ieder geval. Ik weet alleen niet, omdat ze nou meer verdeeld zijn. Ik denk dat er
dat je toch andere uitslagen gaat krijgen nu. En als we dan bijvoorbeeld kijken in het toeslagendossier, zou het dan handiger zijn als ze wel doorgaan met de werkwijze die er nu is, of juist dat er gewacht wordt met het risico dat het natuurlijk weer langer duurt? Ja, dat is een hele goede vraag. Vanuit de ogen van de ouders... Kiezen uit twee kwaden. Ja, vanuit de ogen van de ouders beschouwd kan ik me voorstellen dat dat wel controversieel wordt verklaard. Maar ja, we hebben kunnen zien dat het uiteindelijk weinig uithaalt. Ja. Ja. In juli vroeg een vandaag aan de leden van hun opiniepanel hoe zij aankijken tegen het controversieel verklaren van onderwerpen die nu spelen. En het resultaat zien we in het volgende overzicht. Een meerderheid vindt dat het demissionair kabinet de komende tijd in ieder geval door moet gaan met de besluitvorming rondom de koopkracht. Nou, toeslagenaffaire waar we het net over hadden. En het Groningen dossier. Ja. Verwacht jij dat de Tweede Kamer ook diezelfde thema's zal aanwijzen? Of kunnen we grote veranderingen verwachten, denk je? Ja, je ziet in ieder geval aan deze enquête dat de burgers gewoon willen dat er om hun belangen gedacht wordt. En ja, en onderaan zie je dus klimaatcrisis en stikstofcrisis. En daar zie je dus dat gewoon een meerderheid vindt dat die niet actueel, dat die wel even uitgesteld kunnen worden. Dat staat er eigenlijk heel simpel. De meerderheid, 50% is ten opzichte van mensen die wel willen. 43% is natuurlijk al veel meer. De meest interessante vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dit dan uiteindelijk duren? Want, ja. Dat is natuurlijk een weging die je gaat maken op het moment dat je daar besluiten over moet nemen. Wat verwachten we? En we krijgen natuurlijk een politieke aardverschuiving van, ja, heb ik jou daar straks? Nee, ik ga je voorspellen dat het lang gaat duren. Dus het zou zomaar kunnen dat we op Belgische taferelen gaan stuiten, dat het een jaar of ja, langer... Het formeren van een regering in Nederland is zo ingewikkeld geworden. Kijk, 30, 40 jaar geleden was het heel simpel. Je had drie grote partijen. En waarvan altijd met, ja, twee daarvan al een regering te vormen was. Dan was je er met twee, ja, partijen snel uit. Ja. Maar je bent bijna standaard gewoon vier partijen nodig. Als je het vanuit een soort van strategie bekijkt vanuit het huidige kabinet, van, je kunt ook zeggen van, ja, het huidige kabinet is straks eigenlijk aan zet. Als je het hebt over het smeden van een coalitie. Je krijgt natuurlijk BBB, je krijgt om zich. Het gaat niet genoeg zijn. Dus, nee, je hebt een van die partijen nodig. Die bevinden zich dus straks in een uitstekende onderhandelingspositie om, als ze dat zouden willen, even stel, om dit soort thema's aan te houden. En daar toch besluitvorming over te kunnen voeren vanuit hun demissionaire... Ja, wat Maurice de Hond vorige week heel goed terecht aangaf, is dat ze nog met een punt zitten. En dat is de samenstelling van de Eerste Kamer, waar BBB nu ineens de grootste partij is. Ja, maar... En Omtzigt dus niets te vertellen heeft. Want die heeft daar geen enkel... Ja, maar de Eerste Kamer heeft de meerderheid die ze nodig hebben. Die hebben ze, wat is het, 38 zetels. Die hebben BBB helemaal niet nodig om dingen te beslissen. Oh, je bedoelt in deze demissionaire periode? De Eerste Kamer heb je het over, toch? Ja, nee, maar om verder te kunnen op den duur... De Eerste Kamer is al wel in de nieuwe samenstelling. Ja. Daar is BBB... Hebben ze BBB niet voor nodig? Nee, oké. Okay. Ja, nou, maar dat is alleen maar met steun... Dat is dat ene zeteltje wat dan net de goede kant op viel. Nee, maar dat is alleen maar als ze steun van... Met GroenLinks en PvdA. Ja, maar ja, GroenLinks, dat gaan ze wel krijgen. Nou ja, ik hoop dat BVNL ook een stem erin krijgt. Dat kan natuurlijk totaal veranderen, hè? Want... Ik bedoel, iedereen is verantwoordelijk en iedereen kan nadenken. Dus er gaan steeds meer mensen nadenken die zeggen van, ja, dit gaan we gewoon niet meer pikken. Ja. Dus het kan totaal anders worden. Hè? Dus we weten het nog niet. Nee. Ja. Nee, absoluut. Ik ga even terug naar het overzicht van net. Want wat opvalt is het dossier waar jij het ook over had, stikstofcrisis. Dat scoort ook aardig laag in het overzicht, 42%. En wat ook opvalt is iets daarboven, klimaatcrisis. Scoort ook heel laag. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Willy? Nou ja, klimaatcrisis, we weten het zijn al. Namelijk wel onderwerpen die in, ja, de politiek wel heel belangrijk zijn. Nou, enorm. Enorm. En weet je, als wij gaan doen wat Jette wil gaan doen, het stelt niks voor. Nee, ik bedoel, één stad in beton neerzetten, dat geeft al meer CO2 dan gewoon een grasland elke keer afmaaien. Je hebt al meer CO2. Want daar zit de assimilatie in, door dat kortgemaaide gras. Dus dan denk ik, ja, weet je, het is eigenlijk zonde. Hè? Als je denkt, er komt 350
miljard, moet je even op je in laten werken. Dat is wat aan belastinggeld binnenkomt. Waar ze wat mee kunnen doen. Dan ongeveer 35 miljard willen ze voor klimaat en stikstof. Dat is 10%. Ja. Ja. Dan ga je dus met stikstof ga je de boeren heel erg benadelen. Je gaat de voedselproductie heel erg naar beneden halen. Dan hoop je dat wij het voedsel nog uit Oekraïne kunnen halen. Ja, dat weten we eigenlijk niet, want daar is oorlog. Dus we weten helemaal niet wat er vandaan komt. Dus de voedselprijs gaat enorm omhoog. Vervolgens krijgen we nog meer mensen bij de voedselbank. En dan gaan wij niet zelfvoorzienend zijn, terwijl we gewoon één koe in Nederland onderhouden, melken en alles, is in het buitenland 3 koeien. Dus wat stikstofcrisis, wat klimaat. Het klopt helemaal niet. Ja, enig idee van het enthousiasme rondom de uitkoopregeling binnen de sector op dit moment? Nou, die is echt niet... Daar gaan we zo even op terugkomen, als je het goed vindt. Ja. Je had het net over Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. En hij heeft vorige week aangegeven wel heel graag door te willen gaan met het klimaatdossier. Klimaatverandering wacht natuurlijk niet op de politiek of op verkiezingen. We hebben ook afgelopen zomer gezien hoe hard klimaatverandering ook al in Europa gaande is. Maar nog veel belangrijker, er ligt eigenlijk heel veel geld op de plank om huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven de komende tijd te helpen om te verduurzamen. En het zou heel erg zonde zijn als we daar nu niet volop mee doorgaan. Het reces loopt ten einde en de ministers zijn al terug van vakantie. Voor demissionair minister Jetten reden om meteen heel duidelijk zijn vrees uit te spreken voor dat wat de komende weken zomer eens kan gebeuren. Het controversieel verklaren van zijn klimaatplannen. Hij wil dat de Tweede en Eerste Kamer zijn plannen ondanks de val van het kabinet onverkort blijven steunen. Waarom is het zo belangrijk dat de Eerste en Tweede Kamer u toestemming geven om door te gaan? Nou, afgelopen jaren hebben we natuurlijk allemaal gezien hoe hard een hoge energierekening erin kan hakken in de portemonnee van mensen. En we hebben een paar miljard klaarstaan om huizen beter te isoleren, dubbele beglazing toe te passen, meer zonnepanelen op huurwoningen te leggen. Zodat niet alleen je huis een prettiger huis is, maar ook die energierekening fors naar beneden kan. Dus mijn oproep aan de Kamer is, ga door met dat klimaatbeleid, zodat we mensen ook echt kunnen helpen met meer klimaatactie. Ja, hoe kijken jullie naar de onderbouwing van Rob Jetten? Hij wil, kosten wat het kost, in die paar maandjes die hem nog resten, toch die miljarden doorheen jagen. Of het nou verantwoord is of niet, dat geeft hij eigenlijk duidelijk aan. Ja. Ja, politiek commentator Joost Vullings die stelde na het interview dat het eigenlijk wel logisch is dat Jetten door wil gaan met dit dossier. Want zijn klimaatplannen hebben nu juist grote draagvlak. En dat zou na de verkiezing nog wel eens anders kunnen zijn volgens hem. Valt er iets voor te zeggen, Willy? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer, dan zal die nu nog de steun krijgen voor zo'n 0,00036%. Ja, precies. Waar hebben we het over? En laten we dat even naar een ander land... Is het afgerond, is het nul. Maar, ja, is het verwaarloosbaar. Maar wat nog daarbij komt, is de plannen die er nu liggen. Dat is eigenlijk maar 5% van wat zeker is dat het effectief is. En de rest is, een groot gedeelte is twijfelachtig. En een nog groter gedeelte weet men eigenlijk al zeker dat het niet effectief gaat zijn. Ja. En dat zegt hij bedrijven helpen. Hè? Als je nu boer bent en je hebt een heel mooi bedrijf en je staat vlak naast een natuurgebied, dan bepaalt jouw postcode ineens dat het, dat het anders moet. Ja. Komt dan systematisch werken. Ja, en dan gaat de grotere bedrijven hebben best behoorlijk veel geïnvesteerd. Nou, de bank die gaat ook op duurzaam, want daar hebben ze bij getekend bij de SER. En dan gaan ze dus naar je boer toe, dan gaan ze met hem praten en dan moet je je strategie veranderen. Dat kan helemaal niet, want de mensen, de boeren die het veranderd hebben, die verdienen gewoon 1/3 te weinig. Die hebben gewoon te kort inkomen nu. Nou ja, kijk, en dan wil je dat gaan doen, dan wil je bedrijven gaan helpen. Ja, hoe dan? Jette is natuurlijk van D66 en ik denk, ik heb echt niet de illusie dat D66 het idee heeft om de boerenbedrijven te gaan helpen. Dit gaat naar multinationals toe en andere bedrijven zonder panelen en bedrijven en bedrijven die windmolens gaan bouwen. Daar gaat het naartoe. Het gaat echt niet naar jullie sector. Ja, precies. En laten we andere zegt dingen ook doen. Dat er hoge energiekosten zijn omdat er te weinig klimaatbeleid is. Wat vind je van die koppeling die hij maakt? Ja. Nou, dat geloof ik echt niet. Nee, er zitten een aantal tegenstrijdigheden in wat hij daar net allemaal vertelt. Die zou je eigenlijk allemaal nog even moeten uitflissen. Maar ja, het wordt gewoon... Kijk, dat D66-verhaal, Tjeerd de Groot, die zei het,
tegen de boeren in de Tweede Kamer. Wij hebben een ruimhartige regeling voor jullie. Accepteer het nu maar snel, want anders is het te laat. Bijna maffia-achtig iets. We have an offer, you can't refuse. En Kaag zei het eigenlijk later ook nog. Dus dat is helemaal die partij die daar zo achter staat. Maar het is hun laatste kans. Want zij worden ongeveer gevierendeeld in de peilingen. En ik verwacht niet dat zij daar nog heel veel terug van gaan krijgen. Met name omdat PvdA nu een nieuwe klimaatpaus naar voren duwt. Dus die mensen die daar heel fel op zijn, die zullen nu meer de neiging hebben om de voorman van PvdA GroenLinks te kiezen, denk ik. Ja, het is bijna de droompartij, hè? Voor hun wel. Ja, het is. Om even terug te komen wat jij zei over Jette, dat het juist zo duur is en et cetera. Kijk, wat je af moet vragen is, waarom zijn die energieprijzen zo hoog? Die zijn natuurlijk voor een groot deel zo hoog door overheidsbesluiten. En door hoge belastingen. Wat nu als stok wordt geslaan of gebruikt om te slaan in de richting van deze argumenten. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook al bizar dat mensen in België minder betalen voor het Nederlandse aardgas als mensen in Nederland zelf. Wij betalen ongeveer het dubbele wat mensen in België betalen. Als wij niet in staat zijn om één lijn in Europa te volgen met wat dan ook. Ja. Hoe kunnen wij dit dan in ons hoofd halen? Ik bedoel, die 35 miljard kan je heel makkelijk aan andere dingen besteden. Laten we het openbaar vervoer gestaffeerd gratis maken voor iedereen. Ja, wij gaan moeten van het aardgas af. Maar in Duitsland krijgen we subsidie om juist aan het aardgas te gaan. Ja, het is het schoonste gas. Het contrast. Ja. De debatten zijn volgende week. Ja, dus dan wordt al snel duidelijk wat controversieel wordt. Mijn vakantie is weer voorbij. Ik kan weer klaar gaan zitten. Nee, precies.